Goedemiddag, super tof dat jullie weer bij zijn bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en ik zit op de mountainbike deze keer. Eerste keer deze winter op de mountainbike. Ik moet wel zeggen, mijn stiefpapa is zijn mountainbike, want ja, die doet dat af en toe. Dat is eigenlijk de enige keer dat hij fietst, zo met zijn vrienden en zo. En ik mag hem nu gebruiken. Ik ben in Denderleer, dus ik ben onderweg naar Jente. Eerste keer eigenlijk dat ik hier ga mountainbiken. Ik heb hier al veel gefietst, maar nog niet gemountainbiked, omdat ja, normaal neem ik mijn koersfiets mee. En vorige winter is er eigenlijk niet van gekomen om hier te mountainbiken. Meestal mountainbike ik dan in Desselbergen of zo, maar nu dacht ik, kom, we gaan het hier eens doen nu dat ik niet op mijn gewone koersfiets kan. Want die zit binnen bij de fietsenmaker. Ik dacht dat mijn GoPro was opgeladen, blijkbaar niet. Oei. Maar ja, ik ga nu naar Jente rijden, naar Essenen. En we gaan een leuk ritje doen van iets meer dan 40 kilometer. Het is voor mij nog een kleine 7 kilometer naar daar fietsen, dus voilà. Fijn dat jullie er zijn. Vergeet alvast even niet te liken, te abonneren. Maar dames en heren, de beentjes, die zijn fresh. Mooi geschoren, dus klaar om te knallen. Gelijk dat ik zei, de... Ja... Mijn stiefpapa kust niet echt de fiets. Die ketting is pikzwart. De laatste 4-5 tandjes of zo van achter ook pikzwart. Omdat die met olie werkt en niet met zo dripwax. Ik weet niet of dat dripwax goed is voor mountainbiken, moet ik eens opzoeken. Maar het is sowieso niet de bedoeling dat je ketting pikzwart ziet. Dus als ik hem ga kuisen binnenkort, dan. Want ja, nu in de winter ga ik meer op de mountainbike rijden, dan moet. Sowieso die ketting hier popen gemaakt worden. Want daar zitten gigantische tanden op. Op die cassette ook van achter. En ook gewoon het frame. Maar het er een beetje properder, want ja, overal van die vlekjes. Maar goed, dan mag je de pret niet bedrukken. We gaan lekker mountainbiken. En misschien binnenkort zelfs eens een cross-duathlon doen. Jente zou daar ook wel zitten, dus misschien kunnen we dat ook eens doen deze winter. Fijn dat jullie er zijn. En let's go. Joehoe! Yo bro. Yo bro. Hij moest vandaag gaan lopen ofzo. Ik had gepland om te mountainbiken. Ja, hij had gevraagd om te fietsen en ik zei dat ik mountainbiken. Maar hij zei van ja, ik moet gaan looptraining of zo mee. Hé, hey, is daar! Ah, de Senna heeft ons gezien. Schoon fietsje, Jente. Hoe heb jij ons gezien? Ja, ik hoorde eerst niet wat lawaai, ik zie zijn rode fiets. Ik was gewoon over u bezig. Zal wat? Ja. Zijn jullie gaan lopen? Ja, juist. Ik zei het net tegen Loran, ik had gevraagd dat je vandaag kon fietsen, maar dat je moest lopen ofzo. Moest naar huis gaan. Maar alleen met de mountainbike. Ja, zijn koersfiets is weg. Ik kies daarmee. Allee, dames en heren, tot zo. Letterlijk één strook verder. Ongelooflijk. We staan hier aan de zevende dag. Wandweg. Volgende keer neem ik mijn chestrap mee, dat ik jullie kan meenemen op de mountainbike. Want dat is wel leuk. Ja. Maar kijk. Mooi veldje tussen de wegen. En net ook een veldje tussen de mais. Mountainbiken in het Pajotland, jong. Amazing. Genieten ze, dames en heren. Ze moeten een standbeeld van u maken. In plaats van manneke pis, Jean de Pisser. Kan nu dat niet toch stilstaan, zal ik dat maar proberen. Nu al? Ja, nu al, we hebben al meer dan 3 uur stilgestaan. Deze man. Omdat zijn route niet wil laden, jongen. Ah ja, dat is eigenlijk wel waar, daar hebben we ook lang stilstaan. Bon. Rare textuur, hè? What the fuck? Dat smaakt naar niks, toch? Het is niet vies. Het is niet vies, maar het is die textuur, hè? Ik had die textuur niet verwacht. Ik ook niet. Dat is meer zo... Dat is geen gel niet meer, dat is... Dat is gelijk gel voor in je haar, voor die pot. Mm. No. Maar het smaakt naar niks. Het smaakt... Hoe omschrijf je niks? Dat is gewoon letterlijk gelijk... Gelwater of zo. Mm. Zie? Zie? Zie?
Dat is gelijk lijm. What the fuck? Ja, die zie. Maar dat is die hydrogel-technologie, hè? Is dat? Ja. Dat is echt raar. Het is zoiets tussen vloeibaar of zo die jellies dat je kunt eten. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Maar ja, bon. Als dat werkt, ja. Ik denk als die textuur, als je daar gewoon aan wordt, dat er nog goed mee van kan vallen. Mm-hmm. Want jellies die smaken hebben of zo. En het is ook niet zo keihard zoet in je mond of zo, hè? Nee. Hier ook, daar zitten 80 gram koolhydraten in die bidon. Maar dat voelt niet neigzoet zoet of zo. Dus ik heb het gevoel dat je daar wel meer van kunt eten. Ook gewoon dat je niet zo'n zoete bek hebt. Ja, bon, we zullen voortrijden. Hopelijk werkt het, hè? Ja. Ik ben hier subiet. Ja, door dat veld. Ja. Dames en heren, bij de wielerschool zit weer met een volleerd crosser. Crosser Jeanke de Kamps, goeiendag. Doe een keer. We gaan een fietswissel doen, hè? Ja, een fietswissel. Hola. Ja, ja. Hola, dat beentje erop. Hopla. Maar ik heb hem daarnet gelost, dames en heren. Spring nog een keer. Wauw. Ik heb hem daarnet gelost, want ja. Ik had geen zin. I'm just like that. I'm a little bit too strong. Ik had geen zin. Heb je spijt dat je geen korte broek aan hebt? Nee. Hieronder zit een pelsje, het is daarmee. Bij meisjes horen, maar je ziet het al bekast niet, want we zitten vol onder de modder. Maar het is wel geestig. Ik ga nu een Martin zelke nemen. Dit is een Martin 160. Moeten we net stoppen misschien? Ah ja, oké. Okay. Wacht hè. Hydrogel sportfuel. Hier geef 4 euro in mijn bakjes. Laat de textuur eens zien. Ah, ja. Oh, deze is wel zoet. Ja? Hier proeft je wel dat het zoet is. Ja. En dat is gewoon degene met meer carbs. Mm-hmm. Dubbel zoveel. Eigenlijk is dat echt gewoon een textuur. Dat je... Ja, echt een vlogger, hè. Een textuur dat mensen die hun keel kunnen openzetten, ik dus niet, maar je kunt dat zo in één keer laten binnenglijden. Ah, ja. Ik kan dat niet. Heb je zo ooit al eens een filmpje gezien van zo'n mensen die zo zwanwortjes in één keer laten? Nou, wel, zo, daarmee kun je het een beetje vergelijken, denk ik. Je moet er eigenlijk een beetje op kouwen zelfs. Ja, tenzij dat je dat zo kunt laten binnenglijden, maar daar ben ik geen krak in. Zag je daar een kotsnijingske? Nee, geen... Maar dat smaakt gewoon naar niks. Ja. Gewoon naar suiker met water in een gelvorm. Ja. Hier is de naam gel wel echt letterlijk genomen. Amai. Ja, dat is echt gel. Je kop. Deze vind ik minder lekker. Ja? Ja. Maar gewoon omdat het veel is. Ja, dat die is wel andere veel, valt nog wel mee. Die 160 bar, zo, dat, is ook, dat is een serieuze galet van een bar. Hè, ja, maar dat is ook rete zoet. Ik denk, ik weet niet, Martin, de producten, ik heb nog niet alles getest, maar het is handig voor in je drinken. Maar de gelletjes en zo, ja, ze zijn niet vies. Ja. Maar het is veel en zo rare textuur. Ja. Nee, die zelfs ga ik niet meer doen. Ook niet in een koers zo, stel we zouden dingen opnieuw doen. Maar dan denk ik gewoon, als je een 320 pakt, zo'n zakje, daar zit 80 gram koolhydraten in, hè. Ja. Als je dat op een uur drinkt, mm-hmm, of je doet dat zelfs in een bidon van 750 milliliter op een uur en een half, en je pakt één gewoon Martinsjelke, mm-hmm, van een 100. Ja. Dat je 100 op een uur en een half. Mm-hmm. Dat is toch meer dan genoeg? Dat is meer dan genoeg. Die zijn gaan. En die hebben allemaal nog nooit tegen een vrouw gepraat, hè? Ja, dit moet gewoon naar water. Of je pakt zo'n ander zelletje. Of iets om te eten. Die bar vond ik wel lekker. Maar ja, bon, dat is gewoon haar om uit mijn reden maar in de woning gelijk. In een koers gaat dat moeilijk, hè? Dat is waar. Zeker als het 8 uur aan een stuk aan het regenen is. Ja, maar die zelkens, dat weet ik niet. Maar ik heb er nog, dus misschien moet ik er gewoon aan wennen. Maar deze is wel zoet, die gel. Maar ik vind de zelkens niet vies. En als er veel carbs in zitten voor zo'n grand fondo, zo is dat wel nice. Ja, dat is waar. Maar dan eet ik liever gewoon een gewoon zelke van 20 gram carbs en niet van 40. Ja. En dan drink ik liever die drinkmix met meer carbs. En alle twee, dan hebben we nog meer carbs. Ja, maar ja, dan moet je vaak dat wel aan kunnen aan zo'n hoge intensiteit. Dat is Martin, hè. Ah ja. Hij gaf de pijp aan Martin.
Nee, hier. Dames en heren, ik hoor nu van de vlog, morgen ben ik weer. Hij gaf de pijp aan Maarten. Dames en heren, we hebben nu 26 kilometer gehad. Nog 16 te gaan, dus niet zo lang. En dan nog 6 kilometer naar huis. Een klein uurtje fietsen. Ja. Dat is cool, man. Man, wat een leven. Ja, wij zijn aan het genieten, hè. Shout-out naar alle werkende mensen. Straks alles kuisen. Dat is wel minder. Ja, maar daar gaan we nu nog niet aan denken. Nee, gewoon nog een druk of 5 minuten is dat gefixt. Ja, voilà. Allee. Joe, hè. Dames en heren. Volgende keer neem ik jullie dus mee op de chestmount. Dat is mijn belofte aan jullie. Ik zie er vuil uit, dus dat jullie mij even in de ogen kunnen kijken. Dames en heren, ik wil heel de tijd al een Strava event aanmaken, maar schrijf het in jullie agenda. 30 november om 11 uur aan de Topsporthal heb je zo'n overkapping waar dat op staat, Sport Vlaanderen. En daar spreken we af, dus om 11 uur 30 november voor een 5 kilometer wedstrijd. Eerst doen we even een warm-up, samen een kwartiertje warm lopen, 10 à 15 minuutjes. Bro, en nu komt er keiveel volk langs. Dat is toch ongelooflijk? Ja, dat is... Dus 10 à 15 minuutjes opwarmen en dan doen we een 5 kilometer wedstrijd. Gast! Een 5 kilometer wedstrijdje. We staan hier in tol van Pluto. Oh wel. We komen niemand tegen. Ik ben te filmen en iedereen. 5 kilometer wedstrijdje rond de Blaarmeerse. En dan uiteraard een beetje loslopen. En als er genoeg genadigden zijn. En als ik het event kan opstarten en ik zie hoeveel mensen er kunnen zijn op Strava. Dan zorg ik ook wel voor iets van Aquarius of zo. Wat sportbars voor daarna. Dus als er mensen willen zijn, laat dat even achter in de comments. Dan weet ik dat. En dan gaan we even kijken of we een 5 kilometer per week kunnen lopen. Want op 30 november wil ik graag een sub 20 5 kilometer lopen. Dus dat gaan we dan doen. Ojo. Ineens komt hier, kan ik mijn muziek via mijn Wahoo aanzetten. En ik denk dat ik ook misschien elke woensdag, als het goed weer gaat zijn, maar dan ga ik dan aankondigen via de Strava Club, s'avonds een ritje ga doen, omdat... Alleen gaan rijden is een beetje saai, dus als we gewoon met een groep iets van een ritje van 50, 60 kilometer kunnen doen, dan denk ik dat we een leuke training kunnen hebben elke woensdagavond. En in plaats van de Houwen Boys momenteel, want die rijden een klein beetje snel en ik wil gewoon rustig conditie opbouwen, samen gewoon rustig ritjes gaan rijden. Dus als je dat ook ziet zitten, laat even weten in de comments en dan maak ik dat wel aan op Strava als het terugwerkt. Maar Strava was kapot of zoiets, ik kon het niet aanmaken, dus voilà. Janke, dank wel om te komen. Merci. Dat is graag gedaan. Jij komt graag, hè. Bon, ik ga nog wel genieten in het zonnetje naar huis rijden. En tot zo. Yo. Oké, dames en heren. Ik zit in de auto. Ik heb alles mee. De fiets terug. Maar één fiets deze keer, want de Canyon die zit nog in Ninoven binnen. En dan hier nog al de rest van mijn grief. En daarachter ook. Ik ga nu richting huis vertrekken. En dan ga ik straks nog de vlog editen, want dat is er net niet van gekomen. Dus ik ga dat nu gaan doen als ik richting huis vertrek. Ja, ik heb hier nog even een drankje ook mee, dat ik iets kan drinken, want ik heb het gevoel dat je dan beter kunt focussen op de weg. Dus muziekje aan en dan tijd om te vertrekken. Oké, dames en heren, en zo zit uw zondag er alweer op. Ik heb mijn kamer hier helemaal proper gemaakt, fiets nog even gekuist daarnet. En nu is het ondertussen 10:30, dus het is tijd om in mijn bedje te gaan. Morgen moet ik naar de orthodontist. Dinsdag is de proclamatie van Nolwenn, dus er staan genoeg dingen op de planning en dan gaan we nog wel zien hoe dat de week gaat gaan. Hè. Ik dacht dat ik nog iets moest zeggen, maar nee. Ik heb hier gewoon alles opgeruimd en dan ik denk dat misschien als Nolwenn hier komt dinsdag of zo een keer haar schoenen ga goed zetten, want de schoenplaatjes, dat die goed staan. Maar, dames en heren, ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Morgen ben ik er weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. Welke training heb ik trouwens morgen? Ja, we gaan wel zien hoe ik het morgenochtend ga doen. Alleszins, ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Morgen ben ik er weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. Merci om te kijken. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus.